en je als kwetsbare ouderen in een nieuwe omgeving thuis voelen. Hoe doe je dat? Nou, dat doen de helden van nu, die ik vandaag ga bezoeken. Met kleinschalige persoonlijke en preventieve zorg en activiteiten voor een zinvolle dag komt Joris Zorg sinds 1333 op voor ouderen, kwetsbaren en hun omgeving. Vandaag verrast Nance zorghelden die werken met dementerende ouderen. Hallo Vonne. Hi. Mag ik jou storen? Ja. Kijk eens, ik kom Vonne een bloemetje geven. Omdat ze zoveel mooi werk doet. Dankjewel. Alsjeblieft. Vonne, ik heb begrepen, en daarom verdien je ook die bloemen, dat jij echt voor iedereen altijd klaar staat, lief bent, zorgzaam. Zo is het, hè? En dat kunt u bevestigen, ja, hoor ik al. Maar hoe lang doe jij dat al voor Joris Zorg? Nou, ik heb hier in toen ik mijn opleiding persoonlijk begeleider specifieke doelgroep deed, ben ik hier begonnen. Ja. Tweede jaar als stagiair. Ja, alles bij elkaar denk ik 4 jaar ongeveer. 4 jaar. Maar je begon als stagiair? Ja, ik ben hier dan begonnen als stagiair en nu sinds vorig jaar ben ik begonnen met management in de zorg. Ja, ik heb wel echt laten merken dat ik graag vooruit wilde en wilde groeien en daar gingen ze ook eigenlijk wel heel erg in mee en die kans die hebben ze me ook wel, wel gegeven. Dus die mogelijkheid hier die is er zeker. Ja. Mooi. En als je 's ochtends hier naartoe gaat, hoe ziet jouw dag er dan uit? Ik begin dan om 9 uur 's ochtends en dan meestal ga ik eventjes lezen hoe de dag ervoor is gegaan. Dan ga ik even kijken op de woning hoe het is met iedereen. En dan gaan we de activiteit klaarzetten. En dat is eigenlijk elke dag een andere. We hebben zingen, joelen, bloemschikken en dan gaan we daarna lekker lunchen. Hè? Ja. Ja. Na de lunch dan gaan de meesten eventjes rusten. En tijdens het rusten dan doen we nog individueel dingen met de mensen die wakker zijn. En om 14:30 begint eigenlijk de volgende activiteit weer. Tot ongeveer 4 uur. En daarna gaan we nog lekker met de mensen koken. En dan zit de dag erop. Francine, mag ik u iets vragen? Ja, gerust. Doet ze het goed? Ja, ik vind het fijn dat ze het is. Ja, nou mooi om te horen van, hè? Ja. Wat prachtig om te zien hoe Francine verzorgd wordt door Von. En Iris, de dochter van Francine, gaat zo naar haar moeder toe. Dat is voor mij een mooi momentje om even met haar te praten. Hoi Iris. Hoi. Zo, ik was even bij die mama. Ja. Die door Vonne liefdevol verzorgd wordt. Zeker, zeker. Ja. Ja. Wat betekent Vonne eigenlijk voor jouw moeder, maar misschien ook voor jou? Vonne is hier eigenlijk altijd aanwezig. Zij brengt rust, zij doet hele leuke dingen. We zijn ook een keer op Vonne mag dan wel eens de bus van Lunet lenen. Ja. Zijn we met een aantal bewoners naar muziek gegaan, een muziekvoorstelling, speciaal voor mensen met dementie. Mm-hmm. En ja, er is dan bepaalde hulp bij nodig. En omdat ik dan zelf ook in de zorg werk, dan is het vaak handig. En omdat mam dan meegaat, ja, dan zegt ze, ga je even mee helpen. Ja. Ja, dat gaat je echt aan je hart en dat is heel fijn om zoiets te kunnen betekenen. Maar waar ben je nou het meeste dankbaar voor? Dat ze eigenlijk door wat ze mee heeft moeten maken, door die dementie. En je weet dat er eigenlijk alleen maar achteruit gaat. Dat ze een plek heeft waar er dag en nacht voor haar gezorgd wordt en waar ze 100% veilig is. Ze wordt echt met zo'n goed hart voor, niet alleen voor mijn moeder, maar voor allemaal gezorgd. Ja, mooi. Ook door Vonne. Zeker door Vonne. Ja. Ja, nee, maar door iedereen, dat had ik al gezien. Inge! Hallo! Hallo! Hi! Wat fijn dat je er bent. Hi, welkom. We moeten een beetje afstand bewaren, maar ik wil beginnen met jou eerst eens te vertellen dat jij gewoon een held bent. Nou dan. En dat jij het verdient om in het zonnetje gezet te worden. Nou. Inge, jij zit hier op een groep met dementerende ouderen, bejaarden mag ik wel zeggen. En wat doe jij dan hier precies? Ik ben coördinerend verpleegkundige. Hier wonen 14 dementerende bewoners. Ja. Ik coach en ik stuur aan, maar ik heb ook contact met familie. Ja. Hier in Hoogloon werken we samen met de zorgcoöperatie. Daar is dit al opgezet. Mm-hmm. En daar heb ik heel veel contacten mee, van hoe kunnen wij het hier in Hoogloon zo houdbaar mogelijk houden, hè, de zorg. Ja, en de mensen die hier wonen, komen die echt alleen uit Hoogloon of komen die uit de rest van de omgeving? Ze komen ook van buiten Hoogloon. Mm-hmm. Alleen dit is opgericht door de zorgcoöperatie. Je kunt daar als inwoner van Hoogloon lid van worden. Zij begeleiden jou in het ouder worden. Hè. Als jij begint met een hulpvraag voor thuiszorg, dan is er een loket waar je kunt aansluiten, waar iemand van de zorgcoöperatie je bij helpt. Het doel is om mensen uit Hoogloon in Hoogloon te kunnen houden. We zitten midden in het dorp, hè. Je kijkt op de kerk. De kerk die, ja, elke bewoner die uit Hoogloon komt en hier woont, kent de kerk. Die herkent de kerk. Ja. Dus dat is dan wel echt een herkenbaar punt. En je hebt zoveel aanloop van Hoogloonse mensen. Ja, dat is mooi. Ja. Hey Mien, jij zit te wachten tot je naar je moeder mag. Ja. En je hebt het wasje al meegenomen, zie ik. Was meegenomen. Dat is mooi. En hoe lang zit je moeder al hier? Mijn moeder woont hier sinds februari. Oké, nog niet zo lang dus. Nee. Hoe fijn is het voor jullie dat ze hier is? Is echt heel erg fijn. Ja. Dus kleinschalig. Er wordt echt gekeken naar de personen. Wat ik erg fijn vind, met name ook van Inge, de leidinggevende, die durft boven dingen te staan en te kijken naar de personen. Ja. Mijn moeder heeft een boek geschreven. Ze hebben fotoboeken liggen hier. Ja. En ik heb wel eens meegemaakt dat ik ging aan de telefoon zei, ja, ze zit hier naast me. We zijn samen het boek aan het kijken. Oh. En zij komt ook uit Hoogloon. Is zelfs nog een beetje familie. Oké. Kleindochter van de schoonzus. Ah. En zeker in het begin, hè, weet je nog, hè, ik ben die of die. Ja. Dus dat maakt het wel speciaal. Dat is mooi. Dus wij zijn er heel blij mee. Hoe betrokken kun je zijn als familie? Je kunt een aantal dingen doen, hè? Dus wasjes poetsen, poetsen van de kamer, ja, dat soort dingen. Maar je kunt ook als familie een soort familievrijwilligersgroepje zeg maar, opstellen, waardoor op het moment dat de zorg meer zorg handen nodig heeft dan dat ze er zijn. Dan kun je combineren dat je zegt ik wil op bezoek, maar ik blijf een ochtend en ik draag bij aan het, bij de maaltijden of wat spelletjes doen waar geen tijd voor is. Dus een soort vrijwilligers-verwantencontact. Dat begrijp ik. Dat is dus mooi. Dat is een van de dingen waar we mee experimenteren zijn en in coronatijd denk ik hard nodig is. Ja. Wat ik vandaag heb gezien heeft echt indruk gemaakt. Op deze druilerige dag heb ik eigenlijk alleen maar zonnetjes gezien. Niet alleen de mensen van de zorg, maar zeker ook de bewoners.